Ik ben zakelijk. Matty, vandaag zakelijk, hè Matty. Leuk dat jullie er weer zijn bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dag nummer 10. Wauw, 10? Is het 10? Ja, volgens mij is het al dag 10. Wauw, de Ramadan vliegt, man. Zoals jullie zien heb ik een mooie overhemd aan. En jullie denken vast van, waar gaat hij naartoe? Ik ga nergens naartoe. Ik was gewoon even deze overhemd aan het passen. Ik heb deze gisteren gekocht bij de Shopping Night. Alleen ja, Weet je wat ik hier nog bij moet hebben? Een broek, een goede broek. En een goede riem. Want ik ga deze overhemd natuurlijk in mijn broek stoppen, denk ik. Misschien niet. Enig probleem, kijk, weet je wat is nu met mijn maat? Kijk, M, maatje M, past wel. Past gewoon precies goed, zeg maar, hier. Alleen het probleem, hij is dan te lang. Maatje S, die is dan weer goed qua lengte, maar die is te strak. Kijk, nu heb ik een maatje S, alleen kijk, ik weet niet of je dat kan zien. Mag ik leggen hem even zo neer? Dan doe ik even zo, kijk. Dit is helemaal strak, dus als ik zo zit, of zo, dan voelt hij hier helemaal strak. Dus, ik moet nog even een paar kilootjes kwijtraken en dan pas ik gewoon perfect in deze overhemd. Ah! Yo, ik stond op iets scherps. Wat is dit? In ieder geval, ik moet dus even een paar kilootjes kwijtraken, dan komt het wel helemaal goed. Nou, zoals jullie zien ben ik nu buiten. Ik ben aan het wandelen. Ik loop even richting Raden toe, richting een vriend van mij. En zoals ik misschien al eerder een keertje heb verteld, misschien heb je dat wel eerder gezien, loop ik altijd door een industrieterrein heen. Dus het is zeg maar, je loopt door je wijk, je loopt je wijk uit en dan is het een industrieterrein, die loop je dan door. En dan loop je weer zeg maar die andere wijk in. En ik ben dus nu onderweg naar een vriend en ik ga met hem mee ergens naartoe. En ik leg straks wel uit wanneer ik zeg maar op zijn werk ben. Ik kan niet precies zeggen wat en zo, maar we komen er wel. Wacht, ik ga schuin oversteken, dat is wat korter denk ik. Ben ik er al? Ja. Nee, ik steek even schuin over. Mag, vandaag mag het. Vandaag is mijn dag. Nee, vandaag is niet mijn dag. Ik heb wit aan. En witte schoenen. Mooi. Ik ben dus nu bij diegene. Ik krijg gewoon even lekker met hem mee. Gezellig. En even vertellen van... Hem kan ik niet filmen. En zijn werk eigenlijk ook niet. Waarom? Kijk, ik ga jullie uitleggen. Sommige mensen willen niet op beeld. Daarvoor zijn twee redenen. Eén, ze worden gezocht door de politie of door justitie. Twee, is voor hun werk. Waarom voor hun werk? Later, als je ergens gaat solliciteren of werken. Geloof mij, ze gaan jouw naam googlen en dan gaan ze kijken wat er allemaal bij jou komt. En als ze zien van, oh, je bent ergens in een vlog. Sommige bedrijven willen dat niet. Die willen niet dat je ergens gezien wordt in een vlog of iets. Of dat je ergens gezellig loopt te doen met je vrienden. Sommige bedrijven willen niet dat iemand zo'n imago heeft. Dus vanwege die redenen, gewoon voor, hoe noem je dat? Voorbehoedsmaatregelen treffen, beter. Maar is niet erg. Ik ben hier gezellig. Gezellig met Jus. Gezellig. En jij bent heel gezellig. Oh joh, goed licht. Vandaag heb ik wit aan met witte schoenen. Wit op wit. Kijk, jullie weten, normaal kleren boeit me geen ene moer. Alleen toevallig vandaag, ik heb jullie een overhemd laten zien. En deze kleren die matchen toevallig ook. Gewoon toeval. Gewoon toeval. Ja? Ja? Shopblog. Nee. Ze heeft gehoord, ik ben een voet, maar ze vindt het al rijk. Okay. Ze zegt ze vindt het cool, we worden Bonnie en Clyde. Overdag is ze een dame, maar een freak in de night. Freak. Ze zegt ik zie je stress, praat dus vaker met mij. Maar dat doe ik niet, ik ben op de straat en dan move ik iets. Maar ik word oud, maanden koud en ik voel ze niet. Wil mijn droom leven, tot die tijd kan ik niet slapen, gap. Ben op knaken, kan niet feesten op een zaterdag. Dat is uitgaven, dreddies willen buitmaken. Bitches op mijn knieën als die mensen die je tuin maken. Haten sinds ik aard ben, ik kan je uithalen. Wat weet je van die kruis klaar, terwijl ze thuis waren. Je maakt kabaal, maar van binnen ben je onzeker. Ga jij die ons wegen, kom wij die dat ontnemen. Alles. Je praat kilo's, waarom hou je je met ons bezig? Waarom? Ze zeggen hou het real, broer, ik kan niet dom spelen. Never. Ben met Mootje of met Vice, jij met dromers of met mij. Drovers hier die hebben pijn, maar ik druk het weg. Ja, dan chillen in de bus. En ja. Het is nu inmiddels al bijna 8 uur. Ja, wat is mijn dagje vandaag? Beetje rustig. Ik heb wel veel geëdit vandaag. En ja. Wat heb ik nog meer gedaan? Nee, niet echt iets bijzonders. Oppassen in de ochtend. Klaar, maar niet. Vertel mij.
jullie dames die kijken, wie gaat naar Primark of Primark of Primark en besteedt daar 70 euro? Zeg mijn moeder hier, ma, pasje, kopen kleren, schoenen, dit en dat. Primark, goedkoop. Zij komt terug, ik vraag niet eens bon. Ik kijk op mijn rekening. Ik zie zo 70 euro weg, Primark. Ik kijk zo in de tas of er nog goud tussen zit of diamanten. Er zitten alleen schoenen. Primark is net als zeeman. Jullie vrouwen die te veel kleren kopen. Wat is met jullie, man? Tjonge. Hoofd heet. Ze kennen mijn crew, bad bitches, jij kent een few. Vijf dingen aan mijn kick zijn nieuw. Heel sick, zo sick, hachu. Kan niet snitchen, nee, dat is taboe. Veel stroom, ik ben Pikachu. Ben veilig, look at you. Jij weet, ik ben down en dan weet je. Ik weet, jij bent down en dan weet je. Soms voel ik als een clown en dan weet je. Kom ik daar, ben ik down en dan weet je. En ik ben weer thuis, mensen, zoals jullie zien. En voor de eerste keer deze maand ga ik iftar alleen doen. Kijk, af en toe, ik zeg jullie heel eerlijk, kijk, ik hou wel van mensen om me heen en met mensen samen, dit en dat natuurlijk. Maar af en toe heb ik gewoon voor mijzelf nodig dat ik gewoon alleen ben. Gewoon even rust. Gewoon niemand. Alleen eten, alleen drinken, alleen filmpjes kijken, alleen tv. Gewoon alleen. Af en toe, ik moet dat. Af en toe, ik heb dat nodig. En ja, aangezien ik vandaag thuis ben en alleen eten moet fixen, dan, ja, dan bestel je een pizza, toch? Dus ja, dan moet je iets fixen, weet je. En dan, ja, ik doe wel gewoon dit. En dan heb ik een pizza. Makkelijk, hè? Lekker. Wat is dit? Een tomaat. Ik lust geen tomaat. Ja, ik lust geen tomaat. Laat mij met rust. Kijk, wist je dat? Dat heeft Noah mij verteld. Als je wilt laten zien aan de kat wie de baas is, moet je dit doen. Kijk. Hier kunnen ze heel makkelijk tegen, hoor. Hier kunnen ze heel makkelijk tegen. Ze hebben hier geen gevoel. Waar je kat moet pakken is hier. Kijk. Hier moet je kat bij pakken. Bij zijn nek. Kijk. En dan zeg je tegen hem, wie is baas? Je hoort het. Hij heeft daar geen gevoel bij zijn nek. Net zoals ze zie je ook bij tijgers. Katten zijn net als tijgers. Als ze gewoon net als die moeder, als je die moeder ziet, pakt hij die kinderen bij je zo met de mond zo. Huh? Bij de nek zo tilt hij ze mee. Kinderen voelen niks, ik doe gewoon Zo zijn katten ook. Ik ben dus vandaag niet naar moskee gegaan. Ik voel me niet helemaal 100%. Ik was ook een beetje in slaap gevallen. Maar ja, slaan een dagje moskee over. Salamu alaikum mensen, Mehmet hier zo. Ja, Youssef Dombo, batterij leeg van de camera, hij doet opladen, hij valt in slapen. Wat is met die man, hij hele dag niks doen, dan ook nog slapen snel. Hij vergeet vlog af te sluiten, hij die computer zo gelaten. Maar geen probleem, met hier, met afsluiten, met weten wat hij moet zeggen. Jullie allemaal mooie duimpje omhoog doen, wie omlaag doet, jij grote... Oh, Youssef gezegd, niet tegen schelden deze dingen. Maar oké, geen probleem, ik niet jou omhoog. Waar jij gewoon blauw duimpje omhoog, ik denk ik hou van jou. Ask, jullie weten zelf. Abonneer op de kanaal, jij nog niet gedaan. Waarom jij nog niet gedaan, abonneer? Tjauke, abonneer, wat is met jou? Oké, en zie jullie weer morgen. Inshallah, en zoals je zegt, eindelijk. Pauw! Waarom, wat is dat man, die pauw? Waarom niet zeggen gewoon, alaikum salam, wat met jou aan de hand, joh?